Een galette is een heerlijk taartje uit de Franse keuken dat je kan beleggen met je favoriete fruit. Ik kies vandaag voor verse aardbeien, frambozen en blauwe bessen. Smullen maar! Ik begin met het deeg en daarvoor meng ik de bloem met de suiker en het zout in een kom. Ik kneed er de blokjes koude boter onder en voeg lepel voor lepel het ijswater toe. Het deeg vorm ik daarna tot een stevige bal en laat ik een half uurtje rusten in de koelkast. Ondertussen snij ik de aardbeien in stukjes en meng ik ze met de blauwe bessen en de frambozen. Ik bestrooi het fruit met een lepel suiker en een lepel bloem en roer alles goed onder elkaar. Het deeg rol ik uit tot een halve centimeter dikte en beleg ik met het fruit. De randjes die vouw ik naar binnen toe en daarna bak ik de galet 30 minuten op 200 graden in de oven. Super lekker met een laagje poedersuiker en een bolletje ijs. Smakelijk!